Marijke Helwegen werd een bijzondere blik op de opkomst van wolven in Nederland, een fenomeen dat na meer dan anderhalve eeuw afwezigheid weer deel uitmaakt van ons landschap. Met een onconventionele kijk op de situatie, benadrukt ze de cruciale rol van vogels in ons luchtruim, die volgens haar niet alleen slim zijn, maar ook een onverwachte samenwerking aangaan met deze terugkerende roofdieren. In een recent interview legt Marijke uit hoe ze via haar intense connectie met vogels inzichten heeft gekregen over hun interactie met wolven. Vogels zijn voor mij meer dan louter gevleugelde wezens in de lucht, ze zijn intelligente wezens die een diep begrip tonen voor hun omgeving en zelfs voor andere diersoorten, zoals de wolf. Haar betoog benadrukt dat kraaien en raven, bekend om hun sluwheid en sociale structuren, een sleutelrol spelen bij het navigeren van wolven naar prooien in de Nederlandse natuur. Deze wilde dieren, zegt ze met een glimlach, schijnen een soort pact te hebben gesloten met kraaien. Het is fascinerend hoe deze vogels, ooit in verband gebracht met bijgeloof, nu strategische partners zijn geworden voor wolven op de veluwe. Ze wijzen de weg naar zwakkere prooien, zoals herten, wat de voedseljacht voor wolven vergemakkelijkt. Helwegen benadrukt ook de culturele geschiedenis die vogels omringt, vooral kraaien, waarbij ze opmerkt dat hun reputatie door de eeuwen heen is geëvolueerd. Vroeger werden kraaien vaak geassocieerd met hekserij en ongeluk, net als zwarte katten. Maar nu begrijpen we beter hun complexiteit en intelligentie. Oplossingsgericht stelt Marijke voor om speciale plekken in te richten waar mensen en vogels kunnen communiceren een soort rustzones op drukke locaties die ze vergelijkt met rode lopers. Een moment van interactie met een vogel brengt rust en harmonie. Misschien zouden we vaker moeten luisteren naar wat ze te zeggen hebben vooral op belangrijke momenten, zoals voor een optreden. Met haar onconventionele benadering van natuurbehoud en mens interacties biedt Marijke Helwegen een frisse kijk op hoe wolven en andere wilde dieren kunnen coexisteren met menselijke gemeenschappen, gebaseerd op respect, begrip en een onverwachte alliantie met onze gefedereerde vogelvrienden.